brandstoffen, iedereen ziet dat einde komen. Ik bedoel, daar is een einde aan, dat zie je ook bij JA21. De vraag is alleen, in welk tempo ga je dat doen en onder welk drukmiddel? Want als jij zegt 70 miljard subsidie, ik weet dat er ook heel veel van die groene energiereuzen ook heel veel subsidie krijgen. 2030. Dat vinden wij onzinnig. Kijk, wij zeggen, we moeten ons aanpassen aan het klimaat. Wij geloven dat inderdaad de aarde opwarmt, maar we moeten niet het klimaat aanpassen. Dat is een wereldprobleem. Nederland is superklein en geeft wel overigens 35 miljard uit in de ruif van de klimaatpot van minister Jetten. Maar dat wij een klein land zijn, relatief stoten wij heel veel uit. En ik ben ook echt van mening dat wij als rijk land de morele plicht hebben om dus... echt als eerste met goed klimaatbeleid komen. En we halen onze eigen klimaatdoelen nu. Maar dat doen we dus... Nee, maar kijk, ook als we die klimaatdoelen halen... dan is het nog een 0,00 verwaarloosbaar effect op de wereldtemperatuur. En het punt is, als je nou kijkt naar de aardgasvrij operatie... dat hebben ze laten onderzoeken. 2030 moet heel Nederland aardgasvrij zijn. Dus geen aardgas meer. Geen fornuis op gas enzovoort. Dat wordt door China... en daar zou je beter met je bord naartoe kunnen gaan... en met je blokkades. Of naar New Delhi. Wordt het in 3 uur... Nee, wordt het gewoon om zeep geholpen. Maar zegt u dus eigenlijk... Nederland moet gewoon helemaal niks meer doen? Nou, wij moeten ons voorbereiden op... en dat kan door inderdaad waterbeheer, door de dijkvogel... op wat ons komen gaat. En het is prima als mensen zelf besluiten van... joh, ik wil elektrisch rijden of ik wil zonnepanelen op het dak. Helemaal goed, maar een gedwongen operatie van... Wij moeten allemaal van het gas af, we moeten het land vol met wind en zon zetten. Terwijl we weten, Mirjam, 8% van onze hele energiebehoefte is wind en zon. Tennet zegt, joh, de leveringszekerheid is niet te garanderen. Uiteindelijk een symboolpolitiek. Dit is echt de politiek van na ons, de zondvloed. Ik steek mijn kop in het zand en ik ga gewoon door met vervuilen, met de gaskraan openhouden in Groningen. En eerlijk gezegd is dat niet de kant die ik kies. En dan valt er ook bij deze provinciale statenverkiezingen wel wat te kiezen. Want klimaat klinkt vaak ver weg, maar de overstromingen in Limburg... waar de huisraad door de Kamer dreef, hebben we allemaal gezien. En dat gaat alleen maar meer worden als we niet ons gezamenlijk sterk maken...